allemaal, het lijkt misschien nog wat vroeg, maar wellicht ben je alvast een beetje aan het brainstormen voor het kerstdiner. Ik in ieder geval ben er altijd al heel vroeg mee bezig. Dus speciaal voor de vroege vogels onder ons heb ik vandaag het allereerste kerstgerecht voor jullie. We maken een klassieker eigenlijk, die helemaal niet zo heel erg moeilijk is. Het is echt een foolproof hoofdgerecht voor de kerst. We maken namelijk beenham met abrikozen glazuur. Ik heb alle ingrediënten die we nodig hebben hier staan. Dat zijn er helemaal niet zo heel erg veel, zoals je ziet. Dus dat is heel erg fijn. Wat we gaan doen, we gaan eerst even dat glazuur helemaal maken. Daarvoor heb ik een klein beetje abrikozenjam. Dat mag in een steelpannetje. Samen met wat donkerbruine bastardsuiker. Appelsap, en ik gebruik echt 100% appelsap. Dus niet van appelsientje of iets dergelijks, maar echt... Nou ja, bijna vers geperste appelsap. En voor wat diepte en een klein beetje pit mag er Dijon-mosterd bij. Nou, al deze ingrediënten roer ik met mijn garde eventjes goed door elkaar. En dan breng ik het geheel aan de kook. Ik wil namelijk dat dit glazuur heel even een paar minuten kan koken. Zodat het een beetje kan indikken. En die suiker en die abrikozenjam die zorgen daar natuurlijk voor. Goed roeren. En als dan je ingrediënten goed met elkaar vermengd zijn en je geen klontjes meer ziet, dan laat je het gewoon eventjes met rust en dan laat je het zo'n 10 minuten zachtjes pruttelen. Ondertussen heb ik hier mijn beenhammetje en die bestrooi ik met zout en een klein beetje peper. En dat doe ik aan alle kanten. Ik gebruik niet al te veel peper, er zit namelijk best wel wat Dijon-mosterd in... Het glazuur, ik wou dus gelei zeggen, maar dat klinkt zo goor. In het glazuur. En dat is echt wel pittige mosterd. Dus vandaar dat ik niet al te veel peper gebruik. Roer af en toe eventjes goed door het glazuur, zodat het niet verbrandt. We maken dit beenhammetje klaar in de oven. Dus ik heb hier een ovenschaaltje waarin precies het hammetje past. Daar zit een klein beetje olie in tegen het plakken. En daar leg ik het hammetje in. En dan smeer ik zo meteen die hele ham in met dat abrikozenglazuur. Terwijl die gewoon in de ovenschaal ligt. Bespaart je weer afwas en het zorgt, bespaart je ook best wel een hoop geknoei. Nou, dit gaat de goede kant op. Goed, mijn abrikozenglazuur is nagenoeg klaar. Ik heb het hammetje natuurlijk al in de ovenschaal gelegd. En wat ik nu ga doen is die ham nog even een klein beetje extra insmeren met abrikozenjam. En dat glijdt er een beetje aan alle kanten vanaf, maar dat maakt verder niet uit. Ik wil echt nog een beetje extra zoetigheid en abrikozensmaak toevoegen. Dus vandaar dat ik dat hammetje nog even een keertje extra insmeer. En dan mag dat glazuur eroverheen worden geschonken. Zeker al ietsjes dikker geworden. Heel shiny. En gebruik gewoon alles, hè. Ik bedoel, wat er in de ovenschaal terechtkomt, zorgt uiteindelijk ook voor lekker smaak. En dan mag dit lekkere beenhammetje de oven in. Ik heb de oven voorverwarmd op 175 graden. En bak daarin nu de beenham in zo'n 45 minuten helemaal gaar. En dan is het al tijd om te gaan proeven. Oké, ons beenhammetje is... klaar. Hij heeft 10 minuten of zo, of 15 minuten misschien gestaan toen ik hem uit de oven haalde, zodat hij ietsjes kon afkoelen. Dus het is tijd om hem in plakken te gaan snijden. Ik haal hem even uit zijn bad, want dat is het wel geworden. Er komt natuurlijk naast dat glazuur tijdens het bakken van de beenham ook echt nog wel wat vocht uit het vlees. En dat ligt nu allemaal in de ovenschaal. Kun je prima gebruiken voor een jus of zo trouwens, als basis. Maar goed, ik zie hier nog even lekker die stukken. Abrikozen uit de abrikozenjam zitten. Hij heeft echt zo'n plakkerig laagje gekregen. En nu hoop ik natuurlijk dat hij van de binnenkant mooi roze is gekleurd. Oh, perfect. Zo lekker. Oh, hij is ook echt heel glad. Ik kan hem met de tang bijna niet vasthouden. Nee, wacht, dat lukt niet. Even een vork. Ik zie in ieder geval... lekker juicy en sticky. Heel mooi geworden. Oh, hij ruikt ook echt zalig. Ik zal hem je even van dichtbij laten zien. Kijk hoe lekker sappig en sticky hij is geworden. Laten we hem gaan proeven. Nou, ons beenhammetje met abrikozenglazuur is klaar. En je hebt hem natuurlijk net al kunnen zien. En hij ziet er, al zeg ik het zelf, echt geweldig uit. Maar goed, we moeten natuurlijk ook nog even kijken of de smaak helemaal oké is. Of je inderdaad het lekkere, zoete, lichtplakkerige van de abrikozenjam hebt. En dan dat mooie beenhamsmaakje. Dus ik ga gewoon een hapje nemen. Smakelijk!
Mm. Oh, heel lekker. De ham is echt precies goed gegaard, waardoor die echt nog lekker sappig is als je er een hap van neemt. En die abrikozenglazuur eromheen en die abrikozenjam die we nog een keertje extra hebben gehad, zorgt echt voor zo'n licht, zoet, plakkerig laagje. Heel erg lekker. En een keertje wat anders dan gewoon een standaard beenhammetje met een mosterdglazuur. Goed, dat was de eerste officiële kerstvideo voor dit jaar. Hopelijk vond je het leuk om te zien. En heb je er wellicht wat aan voor ter inspiratie van jouw kerstdiner? Mocht je er nog vragen over hebben, stel ze dan natuurlijk gerust. En vergeet ook niet om de aankomende weken omerfoodness.nl goed te checken, de blog. Want naast 2 video's in de week publiceren we daar zeker tot aan de kerst en eigenlijk daarna ook nog hele lekkere december-inspiratie. Goed, bedankt voor het kijken en tot gauw. Doei!